Hey, welkom bij deze nieuwe video van boompjekrabben.nl. We gaan vandaag, ik en jullie ook, gaan we een boom kappen in Nootdorp bij Den Haag. Het gaat alleen om kappen, dus niks afvoeren. De meneer gaat zelf alles afvoeren. Ik denk dat het echt heel veel werk is en dat er heel veel takken komen te liggen. Maar we gaan het zien en jullie gaan met mij mee. Vandaag jongens, deze S, een meter of 15 hoog en deze gaat vandaag verwijderd worden. We hebben hier de volgende spullen liggen om dit te doen. We hebben de standaard uitrusting die we altijd bij ons hebben. En nu hebben we naast de kleine de 362 hebben we nog hier liggen en de 441 en voor de zekerheid heb ik ook de 661 mee. En dat zijn de vier zagen waarmee ik eigenlijk in de afgelopen 5 jaar alle bomen heb mee heb kunnen doen. Zoals je ziet, er zijn obstakels. We hebben hier natuurlijk hier de dakrand. We hebben daar dat schuurtje. We hebben de coniferenhaag, de lamp erachter. De buren hier. Maar over het algemeen hebben we hier een aardige plek om alles te verwerken. Wat ik ga doen, ik ga een vangpunt maken hier bovenin in de middelste leider. Dan gaan we de zijkanten mee afvangen. We hebben hier een bolder. Hey, dit is de afvangbolder. Het enige wat deze doet is wrijving toevoegen. Dus we hebben hier het afvangtouw. Hier loopt omhoog de boom in. Dan kun je hem daar onderdoor halen. Of één keer eromheen. Of twee keer eromheen. Hoeveel nodig is. Hier onderdoor. En dan kun je toch met weinig kracht heel veel kilo's afvangen. Dus hier gaan we vandaag mee werken. Het is een beetje winderig. We hebben hier een ankerpunt in die achterste leider en deze voorste hebben we een vangpunt gemaakt. Zoals je ziet laat ik hem gewoon over een natuurlijke splitsing lopen. En beneden gaat hij door de afvangbolder. En nu gaan we aan deze kant veel proberen af te vangen. En wat niet hoeft, doen we natuurlijk niet, want dat scheelt een stuk in tijd. Oké, we hebben hem hier vastgemaakt. Loopt hij langs het touw. Ik heb hier trouwens dit touw. Dat gebruik ik om steeds het touw weer terug te halen. Het vangtouw. Dit is gewoon een simpel lijntje. Loopt daar over de splitsing naar beneden naar de bolder. Naar Timo toe. Timo gaat goed. Oké, daar gaan we. Gaat ie. Yes, zetten we strak. Kijk eens, daar gaat hij. Super. Timo is er klaar voor. We hebben deze tak, die hangt echt ver boven het pad en de schuur. Dus deze gaan we proberen zo ver mogelijk aan deze kant los te zagen. Dat hij naar die kant wijkt en dan naar de bosjes vertrekt. En zakken maar hem. Uitstekend. Je ziet dat Timo steeds bezig met het vrijhouden van de lijn.
Dus ik wil constant een vrije lijn hebben. Geen obstakels, geen takken eroverheen, geen hout eroverheen. Niet om voeten heen. Kun je ook meer uit. Je ziet nog wel eens grondmannen in de lucht vliegen. Oké, nou even goed opletten. Timo heeft hem vast. Ankerpunt is daar. Maar deze wijst die kant op. Nu klinkt het onlogisch om de tak die kant op te laten vallen. Want het is richting het huis. En waarom zou je dat risico nemen? Waarom niet gewoon die kant op? Dat zal ik je zeggen. De lijn staat nu strak. Als ik hem die kant op laat vallen, blijft hij strak staan. En krijg je een geleidelijke vang. Als ik hem die kant op laat vallen, komt het touw even los te staan. En dan krijg je te maken met shockload. Dus dan krijg je ineens in één keer een klap erop. Ja? En dat gaan we nu even doen. Dus we gaan hem die kant op laten vallen. En dan zal hij die kant op gaan. En huppakee, mooi die kant op vliegen. Naar de bosjes. Het touwtje wat ik er hier aan heb is niet alleen voor het binnenhalen van de touw handig, maar je kunt het ook gebruiken om zoals een stuk hout als dit, wat we gaan afvangen, niet te ver door te laten schieten. Dus dat gaan we nu even proberen. Keurig, kijk. Dan kun je hem heel rustig laten zakken. Hey, uitstekend man. Ik ben een blij man, want het gaat prima. We hebben hier al aardig wat afgevangen. We kijken, de klant die gaat zelf alles opruimen. En heeft de vorige keer ook gedaan met een paar bomen die we daar hebben omgezaagd. Misschien zie je het nog wel, een paar coniferen en een paar perken. Maar hij zei nog van tevoren, weet je wel, ja, hoeveel is het, weet je wel, we leggen het daar wel even niks. Wat er in de lucht hangt, zal echt tegenvallen. We hebben nu maar, denk ik, een derde gedaan en er ligt er een bult. Maar hij is wel hard aan het werk, het is een fijne vent. Hey, we gaan nu deze tak afvangen. Wat ik natuurlijk niet wil, is dat hij hier achter komt te hangen. Ja, dus die gaan we er afhalen en deze gaan we er ook afhalen. Gaat-ie? Oké, jongens, dat was een beetje spannend. Je zag wat er gebeurde. Hè? Het gewicht was iets te groot voor Timo. Die was vergeten om, of je kan ook zeggen, ik was vergeten om even aan te geven dat ik iets extra eromheen moest om de boulder. Je ziet dat het gewicht te veel wordt voor Timo om te houden. En nou ja, gelukkig is er verder niks gebeurd, maar je zag hem wel in één keer naar de grond zeilen. Hè? Hij glipte door zijn handen. Dus dat is wel iets om op te letten iedere keer. Oké, we gaan hier een stuk stam afvangen. Je moet even goed opletten. Het vangpunt zit hoog vast. Het meeste gewicht zit aan de onderkant. We hebben net allemaal afgevangen dat het meeste gewicht aan de bovenkant zat. Dus hier vastmaken. Dan valt hij eerst naar beneden op zijn kop. Dan moet je rekening houden natuurlijk met extra lengte. Dat je niet over het dak schraapt. Nu hebben we hem aan de bovenkant vastgemaakt. Geen specifieke reden. Ik wil dit gewoon even laten zien. Nu ga ik hem hier eerst een ondersnede geven. Daarna zaag ik hem door. En dan zal je zien dat hij naar beneden valt. Het is een gevaarlijkere snede, een gevaarlijke manier om af te vangen, omdat er veel meer beweging in zit.
genieten. Veel meer beweging. Het slingert alle kanten op. Dus daarom is de reden waarom ik dit niet zo graag gebruik. Een voordeel hiervan is dat hij niet zo... is dat hij niet hele zwaai maakt naar de buitenkant. Dus er is meer beweging, maar hij zwaait minder ver. Hey, dit stuk stam hebben we hier ongeveer een meter. En dan wil ik hem hier ongeveer afzagen. Dan zal hij ongeveer gebalanceerd zijn. Dit stuk weegt gewoon misschien 200 kilo. En Timo kan dat gewoon afvangen. We gaan nu een keertje extra eromheen. Hey, doe hem even een keertje extra, Timo. Ja, dat is 1. En nog een keer. En 2. Je ziet ook wat hij keurig doet, hè? Niet de lijnen over elkaar heen, maar gewoon langs elkaar laten draaien. Gaat helemaal keurig. Keurig, man. Die kant is gedaan. Nu zitten we aan deze kant. Dan zou je denken, dat is niet zoveel verschillend. Maar dat is zeker wel het geval. Aan die kant hebben we afgevangen. En dan zwaai je dat zo hier tegen die coniferen heen aan. Nu gaan we de andere kant op. En dan zouden we tegen het huis aan gaan. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus we hebben deze grote tak vastgemaakt. Met deze lijn waarmee ik hem... Ja, hoe noem je dat? Een treklijn of zo, weet ik veel. Heb ik hem hier vastgemaakt. Niet super strak, maar gewoon een paar keer omheen gewikkeld. Genoeg wrijving. Zodat hij wel een klein stukje die kant op kan. Maar hopelijk dat hij gewoon stopt als hij erboven hangt. Dat is het idee. Dat zeg ik jullie vaker, hè? Dat is het idee. Dus je bedenkt dingen. Oké, we gaan het zo aanpakken. Ik verwacht deze uitkomst. Maar ja, of dat echt gaat gebeuren, dat gaan we nu zien. Yes? Dat is super, hè? Hou maar even vast, Timo. Je ziet, de lijn houdt hem tegen. Zij had nooit tegen het huis aan gekund. Hij hangt nu keurig. Timo laat hem straks zakken en dan kan hij gewoon rechtstreeks naar achter getrokken worden. Yes, laat maar zakken. Super gedaan. Hij had natuurlijk gewoon tegen het schuurtje aangeklapt. Deze lijn houdt hem stevig vast. Keurig geland. Yes. Even wachten. Ja, oké. Als je je scharnier maakt, je valkerf, probeer zo ver mogelijk van de knoest vandaan te komen. Hier lopen de vezels raar, deze kant op. En je wil een rechte vezels, wil je scharnierpunt hebben.
gaan we zakken. Keurig geland.